Hallo allemaal en goedemorgen. Het is woensdagochtend. Belachelijk vroeg. En het is koud. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een echte fanboy. Een echte diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerbeste. De allerleukste burgemeester. In de hele wijde wereld. Of all time. Dit is op dit moment een van mijn favoriete foto's. Kijk, dit is tijdens de Nationale Voorleesweek. Dat is begin dit jaar. Met die bril op. En dat, gewoon zo'n zwart-wit foto. Het lijkt echt heel erg jaren 50. Heel erg cool. Burgemeester Halsema is een beetje mijn leeftijd. Ze heeft alleen een beetje wat zwaardere baan dan ik. En zij heeft net als ik een slaapstoornis. Oh, dat is lekkere koffie. Oh. Burgemeester Halsema heeft een uitgebreid interview gedaan. Met het Parool. Waar ze uitlegde dat ze 's nachts vaak aan het dolen is. Met zichzelf ligt te vergaderen. En 's nachts uit de bed moet om alle dingen op te schrijven en bij te houden. Ik heb er een paar uitgebreide video's over gedaan. En vannacht, mevrouw de burgemeester, en trouwe kijkers van dit razend populaire YouTube-kanaal. Vannacht heb ik gekampeerd in mijn eigen huis. Ik heb geslapen met het raam open, echt flink open, want het stormde heel erg. En dan de deur dicht, zodat de katten er niet in kunnen en niet kunnen ontsnappen of van het balkon kunnen waaien. En dan in een slaapzak, op zo'n matje, op zo'n campingmatje, met de kachel uit. Dat was heerlijk. Ik ben fantastisch goed geslapen. Mijn rug voelt geweldig. Alleen ja, die kou die slaat op mijn keel. Dus het gaat een tijdje duren voordat mijn stem het weer doet. Ik wil mijn mening en voorkeuren natuurlijk niet aan iemand opdringen. Maar mevrouw de burgemeester, dat zou u echt een keer moeten proberen. Kamperen in je eigen huis. Ik heb afschuwelijke hekel aan kamperen. Ik zou nooit in een tent op een camping gaan staan. Maar dat is wel echt een uitkomst. Heerlijk geslapen. Ik kwam dit gisteren tegen en het is fantastisch. Ik ben er heel erg blij mee. Dit is het Parool. Zorgen om seksuele intimidatie, dubbele punt. Halsema wil veiligheid vrouwen vergroten. En voordat ik erin duik, ga ik eerst een beetje mopperen. Ik vind dat haar omschrijven als Halsema, dat vind ik echt niks. Dat doen ze in het voetbal. Halsema op links. Komt dat schot. Haar voornaam is burgemeester. Jesper. Nou, dit is het Parool. Jesper Roelen. Jesper, haar voornaam is burgemeester. Moet je een beetje. Probeer maar. Het college maakt zich zorgen over het aantal vrouwen dat te maken krijgt met seksuele intimidatie en geweld. Burgemeester Halsema. Zie, hij kan het wel. Gaat daarom maatregelen nemen om de veiligheid van vrouwen op straat, online en thuis te vergroten. Thuis zijn ze gewoon wel veilig, toch? Denk ik. Oké. In de stad, dat is in onze stad in Amsterdam. In de stad, of misschien bedoelen ze in het centrum. In de stad krijgt 51% van de vrouwen te maken met straatintimidatie. In de leeftijdscategorie 15 tot 34 jaar is dit zelfs 81%. Man, dat zijn depressieve cijfers. Dat zijn deprimerende cijfers. Bijna iedere Amsterdamse vrouw wordt lastiggevallen op straat, in het openbaar vervoer of bij het uitgaan. Dit is niet alleen verdrietig, het is ook onacceptabel, schrijft burgemeester Halsema. Aan de gemeenteraad. Ik ben het helemaal met u eens,
mevrouw de burgemeester. Ik vind het echt, echt niet kunnen. Ik vind het echt niet kunnen. Hier, kijk, dit is een leuke foto. Waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Waar slaat het op? Ja, ik snap ook niet waar het op slaat. Dit is, weet u wat dit is? Dit is de Decathlon. Dit is op het... bij de Bijlmer. Dit is de Bijlmer. Dit is de Amsterdamse Poort. En de Decathlon is een hele grote sportwinkel. Waar ze min of meer betaalbare... Ja, ze hebben ook dure dingen. Maar betaalbare... sportspullen hebben. Ze heeft natuurlijk twee kids. Nee, ze gaat niet al die dure merkkleding kopen. Het is onbetaalbaar. Zij gaat gewoon naar de Decathlon. Dat is onze fam. Ook maakt het college zich zorgen over de groei van seksuele intimidatie via sociale media. Veel jonge meiden worden geboeid, geïntimideerd en gechanteerd met hun seksualiteit via Instagram of Snapchat. Volgens Halsema. Hier, het gaat weer mis. Volgens burgemeester Halsema. Ja, niet alleen Instagram of Snapchat. Ook via mail en WhatsApp. En Facebook. En noem het maar op. Campagne. Tijd voor een actieplan, vindt burgemeester. Allereerst start de campagne. Hashtag jij staat niet alleen. Deze campagne is gericht op meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksuele intimidatie en geweld op straat of online. Een boodschap is dat de stad ook van deze meisjes en vrouwen is en dat intimidatie en geweld niet worden geaccepteerd. Amsterdamse rolmodellen zullen de vrouwen daarbij steunen en fungeren als vriendin. Zal ik wat leuke persoonlijke informatie delen, mevrouw de burgemeester? Ik kreeg mijn eerste vaste verkering toen ik een jaar of 17, 18 was. En ik ben ook later met die mevrouw getrouwd. En zij is, we hebben samen ook een kind. En ik was me eigenlijk nooit zo bewust van seksuele intimidatie en seksisme tot ik vaste verkering had. Mijn vriendinnetje was al flink wat lastig gevallen. En werd dat ook als ze in er eentje ergens was met haar vriendinnen of op school of dat soort dingen. Ik vond dat heel erg. En ik had het er toen een keer met haar over tijdens het avondeten. En toen waren mijn grootmoeder en mijn moeder, die waren er ook. En die twee dames, die trokken toen ook hun rettekatet open. En zo kwam ik erachter dat mijn grootmoeder vrij vaak en heftig is lastig gevallen. En mijn moeder is vrij heftig en vaak lastig gevallen. En dan mijn vriendinnetje, vrij heftig en vaak lastig gevallen. En nu dus is het de beurt aan mijn dochter. Dus dat is vier generaties mevrouwenvideo's. Vier generaties damesvideo's. Die allemaal lastiggevallen zijn. En dan moet je echt rekenen sinds... even kijken, wanneer is mijn grootmoeder geboren? Ja, sinds 1930, zo'n beetje. En het is nu 2020. Dus dat is bijna 100 jaar. Het is vreselijk leuk. Is dat. Dit vind ik wel zorgelijk. Amsterdamse rolmodellen zullen de vrouwen daarbij steunen en fungeren als vriendin. Ik ben bang dat dat betekent dat we moeten luisteren naar Katja Schuurman. En noem nog eens zo'n bekende Amsterdammer. Daar zit ik niet zo op te wachten. Weet je, bekende Nederlanders die aan mijn dochter gaan vertellen hoe het allemaal zit. Dat. En de hashtag, jij staat niet alleen, snap ik niet zo goed. Waarom doen we niet gewoon hashtag MeToo? Dat is een wereldwijde campagne. En die is veel bekender. Dus ik weet het niet. Ik weet niet of dit gaat aanslaan. En die Amsterdamse rolmodellen snap ik niet. Maar goed, ik sta hier. Prima initiatief, mevrouw de burgemeester. Ik sta hier helemaal achter. Ook zal de burgemeester in gesprek gaan met hotels, restaurant en nachtclubs om praktijken als ronselen, intimidatie en misbruik
te melden. Vermoed wordt dat personeel zulke misstanden op regelmatige basis ziet, maar het melden ervan niet als een verantwoordelijkheid beschouwt. Daarbij zal de gemeente onderzoeken of ondernemingen gedwongen kunnen worden om deze misstanden te melden. Nou, in de horeca, daar vindt de meeste intimidatie en het meeste seksisme plaats. Waarom? Ja, omdat jonge mannen, en oudere mannen, maar goed, jonge mannen zijn alcohol aan het drinken. En er lopen vrouwen rond die heel mooi gekleed zijn. En dat geldt voor zowel het personeel als de vrouwen die naar de horeca gaan. Dus daar vind je het verreweg het allermeest. De gemeente lijkt met het pakket aan maatregelen intimidatie en geweld tegen vrouwen hoge prioriteit te geven. Er zal daarnaast extra onderzoek gedaan worden hoe online seksueel geweld aangepakt kan worden. En of gebiedsverboden een oplossing zijn voor personen die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Weet ik niet. Kijk, bijvoorbeeld waar mijn ex-vrouw woont, daar woonde Gerks, een veelpleger. En hij is een soort klusjesman, is hij. En wat hij doet is, wonen daar allemaal vrouwen natuurlijk ook, sommige van die vrouwen zijn single. En die huren hem dan in als klusjesman. Van, god, wil jij voor mij een lamp ophangen of iets in die richting? En vervolgens komt hij huis binnen en beukte die vrouwen helemaal tot los, mevrouw de burgemeester. Maar het heeft geen zin om aangifte te doen tegen de politie, of bij de politie, want die doen er niks aan. Dus deze gek loopt vrij rond en ik geloof dat zijn score, sinds ik ervan gehoord heb, staat nu geloof ik op 3. Dus deze gast heeft in de afgelopen 2,5 jaar 3 vrouwen helemaal tot los geslagen. En die 3 vrouwen die zitten nu angstig binnen, hij valt ze lastig. En als je dan zegt van, hey, zo niet erop, laat me met rust. Dan wordt hij extreem agressief en buikt hij je hoofd in. En die loopt gewoon vrij rond. Wat je zou moeten doen, mevrouw de burgemeester, is zet hem zijn fucking huis uit. Gewoon de woningbouwvereniging. Zou hem zijn huis uit moeten zetten, want hij is niet goed bij zijn hoofd. En dan weet ik niet, dan kan hij ergens in de opvang gaan zitten. Ik noem dat grensoverschrijdend gedrag. En mevrouw de burgemeester, onze dochter, die zit een tijdje thuis, zit die. Die wil niet meer naar haar school. Want in haar klas is het gewoon helemaal niet te doen. Daar is zo afschuwelijk veel seksueel geweld en seksuele intimidatie. Dat valt met geen woorden meer te omschrijven. En ze heeft het maanden volgehouden. En we hadden al een keertje geklaagd. En toen na maanden, een beetje begin januari, kwam ze thuis uit school met inderdaad een dik oog en alle andere toestanden. Toen zei ze, papa, ik ben hier een beetje klaar mee. Dat is geen veilige leeromgeving. Dat is geen veilige omgeving. Ik ga daar niet meer heen. Ik werk wel vanuit huis. Dus dat is hartstikke mooi. We zitten nu te wachten op een datum, zodat ze af en toe naar die school kan. Dan mag ik met haar mee als een soort bodyguard. En dan gaat ze daar de toetsen in halen. Vreselijk leuk allemaal. Het actieplan is er gekomen nadat het gerechtshof besloot dat een verbod op straat intimidatie, ja, dit was het zogenoemde cisverbod, in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Er wordt nog onderzocht of de wet aangepast kan worden. Dit vond ik echt een stupide idee. Dus dat zijn mensen, mannen, die zeggen tegen vrouwen van, hé, kom eens hier, Waar ga je heen? Of weet ik veel. Wat een leuke schoen heb je aan. Dat is natuurlijk super irritant voor die vrouwen. En ze zeggen ook natuurlijk nog wel wat meer dan hé, psst. Maar dat heette het cisverbod. Ja, dat kan je niet verbieden. Al die andere engere en heftigere uitlatingen variëren van, hey, ga je met me mee, wil je met me neuken? Dat hij komt eens hier een gaatje neuken. En nog veel erger dan dat natuurlijk, daar kun je ook niks aan doen. Mensen mogen dat gewoon zeggen. Het is,
walgelijk om aan te moeten horen. Maar nee, dat taal kun je niet verbieden, helemaal niets niet. Ik weet het niet, ik ben nieuwsgierig wat dit wordt. Vanavond is onze burgemeester te gast bij een televisieprogramma wat Op 1 heet. Maar ik heb geen televisie en ik kijk geen televisie. Dus ik ga dat morgen kijken, dan kom ik erop terug. Ja, ik vind dat er aandacht naar uitgaat, vind ik goed. Maar ik vraag me ernstig af wat je eraan kan doen. Er lopen gewoon een hele hoop imbecielen rond in deze stad, mevrouw de burgemeester. En een hele hoop dronken toeristen. En een hele hoop toeristen die drugs aan het gebruiken zijn. En drank, drugs, jonge mannen en vrouwen die er goed uitzien, of in hun optiek er goed uitzien, dat is gewoon niet een hele lekkere combinatie. Dat gaat gewoon mis. Omdat ze niet weten meer hoe ze zich moeten gedragen. Ze worden gewoon gek, worden ze. En Amsterdam staat ook nog eens bekend als een soort pretpark waar alles kan en alles mag. En tja, als jij drugs mag gebruiken, rond mag lopen in je blote barst. Of stom dronken op een bootje door de gracht paddo's aan het vreten mag zijn. Dan denken mannen van, alles mag. Deze ben ik ook nieuwsgierig in. De veiligheid van vrouwen thuis te vergroten. Wat ze dan denk ik bedoelt zijn vrouwen die zitten in een slecht huwelijk of een slechte relatie. Waar ze helemaal niks te vertellen hebben. Met een hele nare, dominante vent die geef me de afstandsbediening. Opschieten jij. Weet ik niet. Iets in die richting misschien? Aangifte doen van seksuele intimidatie. Kijk, als iemand... We hebben jou op je kantoor bijvoorbeeld. Je werkt op een kantoor. En jij bent daar, weet ik niet, de enige Afrikaanse vrouw, of je bent daar de enige Surinaamse vrouw. Als iemand dat in zijn fucking hoofd haalt om jou voortdurend te pesten met, weet ik veel, zwartje en kleurling en weet je wel. Dus ze durven niet het woord nikker te gebruiken, maar ze vinden leuke andere varianten. Dan kun je aangifte doen. En als jij voldoende bewijs hebt, dan gebeurt er echt wel wat. Krijgen de daders een boete of zo. Of je kan een advocaat bijhalen en iets van schadevergoeding krijgen misschien. Als je alle appjes bewaart en een paar geluidsopnamen maakt. En in principe is seksisme net zoals racisme. Maar als jij datzelfde meemaakt op kantoor en iedereen zegt voortdurend, hey schatje, wat zie je er mooi uit en noem maar op. Leuk strak jurkje heb je aan en ga zo maar door. Dan wordt het veel moeilijker om aangifte te doen, want de politie doet er gewoon niks mee. Want de politie gooit 65% van alle aangiftes gooien ze weg. Er gebeurt gewoon helemaal niks mee in Amsterdam. 65% van alle aangiftes wordt weggegooid. En seksisme, dat is gewoon niet sexy. Dat is niet... vuurwapens, granaten, dat is sexy. Mokro-mafia, dat is sexy. Daar wil de politie wel wat aan doen. Een bejaarde van 80 die beroofd wordt bij de pinautomaat. Dat is altijd hashtag ophef. Daar wil de politie wel wat aan doen. Dat komt ook in de krant. Maar dit soort dingen... Ik denk dat het heel moeilijk wordt om er echt wat aan te doen. Dus ik weet zeker dat mevrouw de burgemeester dit heel serieus meent. Ik vind het een fantastisch initiatief. En ja, gut, na bijna 100 jaar de vrouwen in de familie Vidioten die allemaal op afschuwelijke, ranzige wijze lastiggevallen zijn. En nu zelfs de jongste mevrouw Vidioot, die thuis zit en niet eens naar school meer wil. Omdat ze er zo ziek van is. Ik vind het prima dat er een keertje wat aan gedaan gaat worden. Maar ik betwijfel of er echt wat aan gedaan gaat worden. Er zal meer aandacht voor komen.
Maar ik denk niet dat het echt stopt, omdat er gewoon te veel dronken maloten, te veel irritante klootzakken rondlopen in deze stad. Die het echt leuk vinden om dit soort dingen te doen, om vrouwen lastig te vallen. En helemaal als ze niet nuchter zijn. Dus ik vind het een fantastisch initiatief. Ik vraag me alleen af of er echt wat mee gaat gebeuren. Want je zult zien dat het Openbaar Ministerie meteen gaat janken. We hebben capaciteitstekort. Kunnen we helemaal niet. We weten niet hoe dat moet. Die melden zich meteen allemaal ziek. En bij de politie. Dat hebben we belangrijkers te doen. Daar hebben we helemaal de tijd niet voor. We hebben te maken met terrorisme en toeristen. Dat is trouwens bijna hetzelfde. Hè? Terrorisme en toerisme. Bijna hetzelfde. Dus die doen er ook niks aan. Dat is mijn voorspelling. Dat is wel heel sneu. Dus zij zal de cultuur bij het OM en de cultuur bij de politie zal ze moeten gaan aanpakken. En in de horeca, wat ze hier zegt, in gesprek met hotels, restaurants en nachtclubs. Nou, ik zou alle horeca doen, ook broodjeszaken. Je moest eens weten wat er daar gebeurt. Van de zomer. Vrouwen in de horeca is heel normaal. Die lopen rond in een strakke broek en een strak t-shirtje. Gewoon een lange broek, weet je wel. Dat is genoeg. Je moest eens weten wat die dames naar hun hoofd geslingerd krijgen. Compleet onacceptabel. Dus misschien dat je daar, ook daar krijg je problemen met de cultuur. Want de bedrijfsleiders zullen zeggen, ja, ik kan niet alles zien. Ze krijgen een dikke fooi en... Ik ben niet overal erbij. Dus het is een heel vreemd gebeuren allemaal. In die horeca. Ik vind het allemaal grensoverschrijdend gedrag. Oh, dit is misschien wel een leuke, mevrouw de burgemeester. Toen ik een kind kreeg. Als je de kind jong is, dan ben je helemaal niet meer bezig met wat er om je heen gebeurt. Als je op straat bent, in de publieke ruimte, dan ben je alleen maar bezig met dat kleine kindje. En dan wordt dat kindje groot. En ik ben ook een man natuurlijk. Dus als, dan loop je met je kind, weet ik niet, ergens te winkelen of wat dan ook. En dat gebeurt wel eens. Dan zie ik zo vanuit mijn ooghoeken fantastisch mooie vrouw lopen. Ik zeg niks natuurlijk, daar ben ik veel te verlegen voor. Maar dan dwaalt mijn blik af, dus dan kijk ik zo. En dat kan ik niet meer. Als ik dat nu doe, dan krijg ik een elleboog in mijn ribbenkast van mijn dochter. Zo van, hey, eyes forward. Is goed, schat. Oh, ik keek gewoon naar... Oh, sorry. Dan heb ik de hele dag pijn in mijn zij. Ik moet zeggen dat die techniek wel heel goed werkt. Weet je, dus je zou kunnen denken aan een soort buddy systeem, mevrouw de burgemeester. Dat je een man neemt, weet je, die zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Zoals we hier zien staan. En die krijgt dan een tijdje een vrouwelijke buddy. Die arm in arm met hem loopt. En iedere keer als zijn blik afdwaalt, rang, zijn elleboog in zijn ribbenkast. En dan leer je het wel af. En dan praten we over kijken. Dan praten we over de dwalende blik. Ik moet zeggen, bij mij verricht dat wonderen. Ik durf helemaal nergens meer naar te kijken. Ik heb nu al moeite met etalages en posters van mooie en reclameposters op zo'n reclamezaal. Waar zo'n dame in bikini. Dan kijk ik altijd maar een beetje naar de grond om te voorkomen dat mijn dochter boos wordt. Ik weet het niet. Ik vind het een fantastisch initiatief. Maar ik vrees dat het weinig zoden aan de dijk gaat zetten. Er moet echt een soort ommeslag komen in de cultuur. Je zou gaan denken van, goh, dat gaan we jongens leren op school. Ja, dan krijgen ze nog minder les, weet je wel. Dan krijgen ze anti-pestles en anti-seksisme les en rouwkostdag en burgerschapstraining. Dan blijft er weinig tijd over voor taal en rekenen. Ja, ze hebben hier een fotootje, hebben ze eronder gezet. Burgemeester Femke Halsema, voor de mensen die niet wisten wie ze was. Wie is dat? Oh, dat is burgemeester Femke Halsema. Dus misschien nog bij moet zetten.
Femke Halsema, comma, de burgemeester van Amsterdam. Want er zijn mensen die, moet je kijken, 81, er zijn mensen die dat niet weten. 81%. Dat is 8 op de 10 vrouwen. Dat is er niet normaal meer. Zij is ook lastig gevallen. Tijdens haar jeugd. En op de werkvloer. En in het uitgaansleven. En nu zelfs als burgemeester. Het is heel normaal om haar een bitch of een hoer te noemen. Het is wel moeilijk voor mensen zoals ik. Voor de echte fans van burgemeester Halsema. Als je ergens in willekeurig gezelschap zegt dat je een echte fanboy bent van burgemeester Halsema. God, je hebt geen idee wat er uit mensen hun mond komt. Ze worden echt kwaad op je. En ze zijn helemaal niet kwaad op mij natuurlijk. Ze zijn kwaad op haar. Wat me ook heel moeilijk lijkt, want ze kennen haar helemaal niet. En dan beginnen ze de meest vreselijke dingen te schrijven. En ik maak dat nu al een tijdje mee. Dan ben ik hier niet om de eer van de burgemeester te verdedigen. Dat kan ze zelf heel veel beter. Prachtige foto, hè? Maar kijk hier, deze is leuk. Wat zal dit zijn? In de tram? Ergens in de tram, in een bus. Leuke foto. Hier is met iemand aan het praten in de bus. Leuk. Maar goed, ja, je kunt dus zelfs te maken krijgen met seksisme. En hele vrouw, algemene vrouwenonvriendelijkheden. Als je zegt dat je een echte fanboy bent van burgemeester Halsema. Dat is heel bijzonder. Ik hoop dat dit wat wordt, lieve mensen. Maar ik heb er een hard hoofd in. Omdat het gewoon zo vaak voorkomt. Ik kan me niet voorstellen hoe je dat stopt. In onze familie, 90 jaar nu. 4 generaties. En de jongste generatie heeft het eigenlijk het zwaarst. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Dankjewel. Tot de volgende keer.